Hey. Dat is de hoeveelheid verf. Niet heel veel. Goedemorgen, leuk dat je naar onze 7e vlog kijkt. Dit is 8, wat is nou 7? Oh wel, 7e vlog kijkt. Frans is er dit keer niet bij, die is ergens in Duitsland. Ik heb echt geen idee waar die is. Het is in ieder geval 3,5 uur rijden. Ze hadden dus een zusje een cadeau gedaan om te gaan skiën in Duitsland. Weer in het huisje. Waarschijnlijk horen jullie het ook aan de echo, want ik ga vandaag met mijn broertje verder met schilderen, plamuren, plakken, misschien schoonmaken. Het is nou iets na 10, denk ik. We hebben net wat nog spulletjes gehaald bij de winkel. En dan gaan we aan de slag, want we hopen vandaag veel vooruitgang te boeken. Dus ja, jullie zullen wel zien hoe ver we komen. Nee, ik ben op dit moment de onderkant aan het verven, want ik heb de tape opnieuw geplakt. Want de mensen die het op hadden geplakt, die hadden het half op de muur geplakt, waardoor hier nu een bruine lijn is. Dus ik ben dat nu nog even aan het corrigeren. En dan gaan we zo meteen, als we alle stipjes gevuld hebben, waar bruine stippen zitten of wit, dan gaan we met de grote de roller over en dan zijn we in principe klaar. En gelukkig zag ik dit nog vandaag, want anders hadden we volgende week weer hier te verf om die bruine lijn weg te krijgen. Dus hopelijk droogt alles goed op. We hebben nu net heel de muur aangestipt in de gang, maar we gaan nu eerst even eten, want het is al 12:30 en ik heb echt reuze honger. En na het eten gaan we met de grote roller nog een laagje verf eroverheen doen en dan met de kleine roller erachteraan, om echt alle stipjes te vullen. En dan hopen we dat dat voldoende is, want de verf is ook echt bijna op. Ik zal even laten zien, er zit niet meer heel veel verf in de pot. Dus we hopen dat we het na het eten gaan lukken om nog één keer eroverheen te gaan. Dat is de hoeveelheid verf. Niet heel veel. Hij zit te hard te verven en horen opeens allemaal miauw. En dat horen we hier vaker in het huis, want normaal gesproken staan er wel eens katten op het balkon. Maar dit keer horen we het bij de voordeur. Voor je kopje. Oeh, zo schattig. Zoals jullie zien staat er nu dus tegenwoordig ook katten voor de voordeur. Maar ik denk omdat het komt dat misschien de vorige bewoners katten toelieten. Of het is een kat die weggelopen is en naar dit huis is gegaan. En ik weet het niet. Maar dit huis trekt echt katten aan, totdat Boef hier is. Ik denk dat ze dan niet meer in de buurt komen. Dan zijn ze waarschijnlijk bang. Want Boef die houdt ervan om met katten te spelen. Maar niet andersom. Nou, hopelijk. Nou, we zijn dus nu in de slaapkamer bezig. Zoals jullie zien. In ieder geval, we zitten... Zoals je ziet zitten we nu in de slaapkamer. Of in ieder geval, jullie zien alleen mij. De gang zijn we als goed is klaar, hopen we. We hopen dat je geen plekken meer ziet. Echt een rot werk om spachtelpoets te verven. Maar in ieder geval, hij is nu bezig om hier alles af te plakken, zodat we hier ook kunnen verven. Alleen kwam ik erachter, of achter niet, maar tijdens het afplakken kwam ik erachter dat dit
dat die houten wand hier helemaal kleeft. Dus dat moeten we eerst helemaal schoonmaken. Daarna moet het goed drogen. En dan pas kunnen we verven. En het moet echt heel goed droog zijn, want anders laat de verf weer los. Dus we hebben meer werk dan we dachten. En we zijn ook langer bezig geweest in de gang dan we dachten. Dus we lopen een beetje achter op schema. Maar het is nog licht. En ik heb een kuppen soepie. Dus er is nog hoop. Hij is ook nog eens half koud. Slaapkamer en voordat het echt helemaal donker is, willen we sowieso één laag verf op de muur hebben. Dat wordt donkerblauw. Normaal gesproken moet je niet in het donker verven, maar we moeten toch sowieso voor de tweede keer erover en dan gaan we alle details goed doen. Maar in ieder geval dat we nu de basis erop hebben, hebben we dat al lekker gedaan. En het is gewoon heel satisfying om op een nieuwe muur een nieuwe kleur te zien. Dat is echt, ik weet niet, vind ik gewoon fijn om te zien, dus dat zal ik ook gaan filmen. En dus we gaan nog even verder. Moet je maar in het midden neerleggen, denk ik, dat ding. Die deksel heb hier geen kutsel. Wauw. Oh, hier moet je echt even kijken op de muren. Zoals je ziet is de muur nu totaal anders. Veel donkerder. Hij is nog nat, dus hij droogt waarschijnlijk ook anders op. Nog donkerder. Die muur die is al half droog. En die is een beetje, ja, je kan wel even kijken. Het is dan ook schaduw hoor. In ieder geval, hij droogt nog donkerder op. En we gaan er sowieso voor de tweede keer overheen. Dat moet gewoon altijd als je een andere kleur verft. Ik denk dat het nou iets van 8 uur is of zo. Ik heb geen idee hoe laat het is. Maar in ieder geval, wij gaan hier opruimen. Naar huis, lekker eten. En dan hoop ik Frans weer te zien die terug is van skiën. Maar ik ga de vlog hier wel alvast afsluiten. Omdat ik zo meteen heerlijk ga relaxen. We zijn al sinds 's ochtends 10 uur denk ik begonnen. Ja, 10 uur begonnen. Dus als jullie deze vlog leuk vonden, laat dan een duimpje achter. Dat stimuleert ons om door te vloggen. En wil je meer van ons zien, dan kan je hier abonneren. En ook op het belletje klikken, dan krijg je een melding. Elke donderdag om 4 uur komt er een vlog online. En ja, leuk dat je gekeken hebt.